Izegem, een stadje nabij Roeselaren en waar bijvoorbeeld ook Philippe Caunier vandaan komt, bevindt zich niet alleen de kasteelbrouwerij van Honsebroek, maar ook brouwerij Douwe Malderij. Voor anderstaligen is deze brouwerij ook wel bekend als DOM Brewery. Op een regenachtige dag in november bezocht ik Douwe Malderij en eetcafé De Mesh en sprak ik met brouwer en cafébaas Jeff Pierens. Goedemiddag, chef. Dank je voor de uitnodiging. Dat we hier even mogen filmen bij jou, of de podcast opnemen van Post My Beer. Met plezier. Je hebt mij er net al even een rondleiding gegeven. Indrukwekkend. We zitten dus momenteel in het cafégedeelte. Hier wordt ook eten geserveerd in dit gedeelte? Of? Ja, inderdaad, in het hele café. Ja. Mensen kunnen kiezen of dat ze liever een beetje in deze goed verlichte Amerikaanse stijlsetting zitten, of in het meer klassieke ouderwets Vlaams stuk van het café hierachter. Ja. Wij vinden het leuk om eigenlijk een beetje twee settings te hebben. En we zien dat klanten echt wel hun eigen keuze maken waar dat ze graag willen zitten. We hebben op die manier twee soorten interieur en dus een dubbele beleving voor veel mensen. En kiezen klanten altijd voor dezelfde kant als ze terugkomen of gaan ze af en toe wel afwisselen? In het Oud-Vlaamse gedeelte, als ik het zo moet noemen, gaan mensen in dat gedeelte blijven, maar vaak verplaatsen van plaats, omdat ze dan een heel ander stuk van het interieur zien. Mm-hmm. Het interieur is bezaaid met duizenden dingen. Ja. En je kunt nooit alles gezien hebben, wordt hier vaak gezegd. Mm-hmm. Dus gaan ze vaak verplaatsen, maar ze blijven wel in het oud gedeelte. Ja. Mensen die kiezen voor dit leuk Amerikaanse stijl, gaan ook vaak altijd hierheen komen. Die hebben niet echt de verstrooiing van het interieur nodig. Die zijn dan vaak met groepjes om onderling te babbelen en zitten liever aan deze kant. Mm-hmm. Maar ik vind het altijd leuk om te zien dat mensen hun keuze maken en dan graag op hun plaats zitten. Ja, je gaf het al aan. Er is hier heel veel te bekijken. De mensen op de YouTube-video zullen een deel daarvan te zien krijgen. Je verzamelt heel graag. In het oude gedeelte, is dat iets wat verandert doorheen het jaar? Of is het eigenlijk vast? Er is een variatie en die variatie heet Er komt er nog bij. Ja. Ik neem zelden iets weg. Mm-hmm. Dat gebeurt soms ook, maar heel zelden. Meestal komt er gewoon nog grief bij. Jaren aan het stuk heb ik het zo gedaan dat ik binnenkwam in de ruimte met iets in mijn handen. En dan moest ik rondwandelen totdat ik een plaats vond waar ik het kon neerzetten. En dat is nu eigenlijk een beetje gestopt, want het staat zo vol dat ik er eigenlijk niks meer gewoon bij krijg. Je noemt het verzamelen en ik noem het niet altijd verzamelen. Soms noem ik het archiveren, het bijhouden, het bewaren, bibliotheekachtig. In een combinatie met ook het interieur kleuren. Door de zoveel uiteenlopende verschillende items dat er staan, kunnen heel veel mensen kijken en praten erover, reminisceren erover. Mijn collectie oude fietsplaatjes, dat is fantastisch om mensen erover praten. De activity center van het kinderpark, daar wordt over gepraat. Al die mooie emailborden dat er hangen, geven al de kleuren vrij, maar ook de mooie stijl van vroeger. Dat creëert een leuke atmosfeer. En het is ook inderdaad mijn verzameling. Mm-hmm. Ik wil wel van het principe, alles die voor mij een bepaalde waarde heeft, niet alle junk die vooraan staat, heeft zijn waarde voor mij, soms is het gewoon leuke items. Maar alles die met bier te maken heeft, en vooral ook de oude emailborden en mijn bier-memorabilia-verzameling, vind ik leuk om bij te houden. Hoe ouder dat die wordt, hoe leuker dat ik dat vind dat dat blijft bestaan. Mm-hmm. We verliezen te veel van onze geschiedenis. Ja. Van alle brouwerijen die er geweest zijn in België, dat waren er eigenlijk meer dan 3000, zijn er zoveel afgebroken. En dat is logisch, dat begrijp ik ook. Maar we hebben er misschien ook soms een keer eens te veel afgebroken. Misschien hadden we er een paar hele mooie moeten restaureren en laten blijven bestaan. En omdat ik niet graag zie dat iets leuks en moois, en dus voor mij waardevol, uit de geschiedenis verloren gaat, ben ik nogal gedwongen om heel veel dingen bij te houden. En dat lijkt dan inderdaad op verzamelen. Ik noem het soms archiveren, bijhouden. Ja. Ik wil dat nog een extra leven krijgt en bewaard blijft. Ja, want je gaf het net al even aan bij het gesprekje hiervoor. Een museumpje op je oude dag, dat zou misschien wel iets voor jou zijn. Als ik een beetje kan of mag dromen dat ik ooit een oude dag zal hebben, want dat weet ik niet. Ik ben 42 jaar nu. En ik heb geen idee of ik ooit op pensioen ga kunnen gaan of niet. Dat weet ik helemaal niet. Maar ik zie dat wel voor mij dat ik een leuke plaats of loods zou hebben. Waar ik eigenlijk een klein café kan inrichten natuurlijk. Dat ik ergens op mijn gemak een pint kan drinken. Of een spel kan kaarten.
maar in die loods eigenlijk mijn volledige verzameling tentoonstellen, maar ook te koop zetten. Mm-hmm. In de hoop dat ook veel, veel mensen leuke items kunnen vinden, dan verdien ik er een franksje aan. Maar ook mensen die dingen komen brengen en onderling onderhandelen. En dan kan ik misschien ook aankoop-verkoop doen van leuke verzamelspullen. Ja. Hier in het café zie je vooral de oude bierbakken, emaillborden. Mm-hmm. Ik heb oude glazen, ik heb paletten vol met oude bordjes, glazen, noem maar op. Dat zou leuk zijn als dat ooit open kan staan als verkoopzaal / museum. Ja. Maar ja, dat niet alleen. Ik heb ook een paar oldtimers. Ik heb een oude roerkuip van een brouwerij. Ik heb oude bottelmachines. Ik heb een aantal oude flessenwassers en zo. Die kunnen er ook een plaatsje krijgen. En ik zou in thema's kunnen werken. Want wat eigenlijk weinig mensen weten, dat kun je hier in het café niet zo goed zien, is dat ik ook nog wel een echte verzameling heb. Mm-hmm. Ik heb een Lego-verzameling. Ah. En ik heb geen moderne Lego-verzameling. Ik heb eigenlijk ongeveer nu een 650-tal Lego-sets van voor het jaar 1978. 1978 is het geboortejaar van de minifig dat we allemaal kennen. Hè? Het Lego poppenke dat iedereen kent. Voor 78 waren die er niet. En net, dat is voor mij de grens. Alles daarvoor verzamel ik. Vanaf de jaren 30 eigenlijk. 40, 50, 60. Toen ze nog hout maakten. Pas in de jaren 50 begonnen met plastieke speelgoed maken. Dat soort dingen. Dat is een echte verzameling. Maar die staat hier niet in het café. Nee. Nee. Maar die zou ik dan ook op een oude dag wel ook een grote thema kunnen van maken. En zo is de bezoekzaal. Een museumachtig ding, maar waar ook dingen te koop kunnen staan. Zo zie ik dat eigenlijk zitten, om in een oude dag te kunnen slijten. Het gemakje tussen mensen, met een glas bier, over bier. Dat ziet er mij leuk uit, als ik ooit zo'n oude dag kan hebben. Ja, en toch nog altijd het sociale behouden, want dat lijkt mij ook wel belangrijk voor jou. Een goed glas bier blijven serveren, een lekker glas bier delen. Praten erover ook. Mm-hmm. Praten over de leuke verzameldingen, oud. Als je interesse hebt in iets dat je verzamelt, mm-hmm. is het eigenlijk altijd leuk om te praten tegen iemand die dat ook heeft. Een oldtimer-liefhebber kan ook altijd praten tegen een oldtimer-liefhebber, ook al hebben twee heel uiteenlopende stijlen. Ja. Het gaat hem over het feit dat je die oude auto wilt preserveren. Je wilt ermee blijven rijden, je wilt dat hij blijft in het straatbeeld komen. Als jij nu sigarenbandjes verzamelt, en ik Lego en een andere mens postzegels, wij zijn alle drie met iets bezig waar dat we een passie voor hebben en daaraan houden. En dat alleen al, de mens die dus tenminste voor iets een beetje passie heeft, dat vind ik al leuk. Mm-hmm. En als je dus op mijn oude dag, als ik hem zo kan slijten, altijd tussen mensen zit. Allee, de Albert moet maar eens langskomen voor een pintje en de Fons heeft ruzie met zijn vrouw gehad en komt bij ons een pijp roken. Op die manier wil ik gewoon een oude P worden die daar op gemak in zijn loodsje zit en waar wat passant is, maar waar ook veel verzamelaars een ei kwijt kunnen. Een groot bord met zoekertjes en ja, dat soort dingen. Ja, zo durf ik wel een keer mee met een over mijn halve dag als ik niet mag slijten. Ja, en een niks moet en alles mag mentaliteit lijkt mij ook wel. Je geeft aan, ik wil iets verkopen, maar het is niet de hoofdzaak van. Nee, het mag een museum zijn, maar ook een keer een echte verzamelaar van één onderwerp een ruil kan voorstellen. En soms ga ik een keer een frank moeten verdienen ook, en dan kan ik wel een keer iets verkopen. Ik kan ook kopen om te verkopen. Ik zou het gewoon leuk vinden op die manier. Zonder veel dwang. Inderdaad, niet te moeten, maar het te kunnen en te mogen en toch nog tussen het volk te zitten en leuke conversaties te kunnen hebben. Mm-hmm. Dat zal u dan ook jong houden, volgens mij. Dat is heel goed mogelijk. Maar eigenlijk zijn we een beetje omgekeerd aan het werken nu, want we zijn al volop in de toekomst aan het kijken. Nou een dag, op uw nou een dag. Laten we misschien eens even teruggaan naar het begin. We zijn hier in de oude Malderij. Hoe is dat ontstaan, die... De naam en het gebouw. Toen ik 18 was en ik zat in school, moest ik een eindwerk maken. De GIP, de geïntegreerde proef, heette dat. En ik studeerde eigenlijk fysica, wiskunde en biologie. Dus wetenschappen eigenlijk. En dat moest daarmee te maken hebben. En eigenlijk, ik was nogal... ik dronk graag bier. En in die tijd was dat, schiet me maar dood, maar dat waren pils en leffen. Mm-hmm. Dat was er in die tijd en dat was heel normaal om dat te drinken. En ik had er niet beter op gevonden of mijn geïntegreerde proef te maken over bier. Omdat bier puur biochemie is. Ja. En dan heb ik daar een stukje wiskunde nog bij gelapt in kansberekeningen en mm-hmm. in de statistiek. En zo had ik een volledig eindwerk dat goed gescoord heeft. Dat ging over bier. Bier heeft mij altijd aangesproken. Maar wat ik dan zo noem de Dark Ages,
ben gewoon een paar jaar gewoon bier blijven drinken, zonder er veel mee bezig te zijn. Tot ik ooit in een welgekend café in Brugge binnengewandeld ben. Het Brugs biertje, nu door Dries opengehouden, maar jarenlang door een van de bekendste cafébazinnen van Brugge opengehouden, Daisy. Daar heb ik voor de eerste keer een menukaart gezien, die eigenlijk heel vreemd opgesteld was. Want wanneer heb je geen goesting achter een bier uit Brabant? Die kaart is opgesteld per provincie. Ja. En niet per stijl van bier, dus dat was heel vreemd. Maar daar heb ik voor de eerste keer gezien dat er daar een menukaart in een café lag met meer dan 300 bieren op. Ik heb toen een paar bieren geproefd en toen is er een deur voor mij opengegaan van wauw, al dat bier. Daar hingen trouwens in het interieur ook honderden bierplakkaatjes rond. Misschien heb ik het ook daarop gepikt. Maar toen is er die deur opengegaan van open-mindedness, van zoveel bier dat we hebben. Hoe komt dat eigenlijk dat we zoveel bier hebben? Waarom is er zoveel verschijnen? Ik ken daar helemaal nog niks van. Mm-hmm. En ik ben daar toen gewoon een gezonde interesse op gaan hebben. En overal waar ik kwam, ik zag een bier dat ik niet kende, wou ik altijd per se dat proeven. Ja. Ik begon toen ook, overal waar ik was, 2 flesjes te kopen. Eentje om te drinken en eentje om te bewaren in mijn collectie. Omdat ik zo ooit een bierwall wou bouwen thuis, met allemaal bieren. En wat zijn er bij leuke flesjes? Dat is een slim blooper. Oké, we gaan even wachten als ze terug is van de wc. Want anders hebben we nog een. Hoe was dat nu weer? Bierwal, 2 biertjes. Ik kocht overal 2 biertjes. Eentje om te drinken en eentje om bij te houden. Omdat ik toen al eigenlijk al die diversiteit van etiketten en flessen bij elkaar zag. En zo in mijn bierkelder begonnen was met een bierwal te bouwen. Ik heb speciaal rekken gemaakt. Omdat eigenlijk het is niet in de markt gemakkelijk te vinden. Een rek dat in de kelder past, om te beginnen. Dat breed genoeg is, veel schappen heeft, en de schappen moeten maar 5 centimeter diep zijn. Mm-hmm. Want anders gaan de flessen na elkaar zetten. En ik had dus echt rekken gemaakt met een lichte angle, om zo alle flessen mooi in te zetten. En mijn kelder werd uiteindelijk een bierkelder, vol met flessen bier, glazen, tafel, een toogsje. En we dronken daar ook bier, we proefden bier. Het was fantastisch om te zien eigenlijk dat we ieder bier konden beschrijven, als we ernaar keken met een robijnrode schijn. Er was een neonlamp van Aflichem de Rooie, die brandde in de kelder. En al onze bieren hadden een rode scheef. Heeft, denk ik, 30 bieren geduurd tegen dat we door hadden. Eigenlijk dat al die bieren zelfs kleur hadden door die neon die brandde. Maar zo, zachtjes in het bier gerold. Maar altijd er goed in gebleven. En op een dag eigenlijk, vrijdagavond op café, vertelt er me iemand dat er een brouwerij in de buurt is. Ik woonde toen in Kooskamp. Dat er een brouwerij in Meulebeke zou zijn. Aan een toog wordt mij daar de weg uitgelegd, want GPS was toen nog niet zo omnipresent zoals nu. En de zaterdag, het scheen dat het open was, zaterdagmiddag nog ik kon gaan drinken. En ik rijd dus daar naartoe. En ik kom daar inderdaad aan op een parking van een bedrijf. En in de hoek ligt daar inderdaad een gelagzaaltje van een brouwerij. En ik kom daar binnen en ik ontmoet daar Thijs Manhout van brouwerij Manhout. Zat nu tot voor kort in Pittem, maar zat vroeger in Meulebeke. Dat was niet zo ver van waar ik woonde. En ik ben daar toen een 6 of 7 zaterdagen iedere week gewoon naartoe geweest. Wat voor leukere plaats was er om de zaterdag namiddag te gaan zitten in de gelagzaal van een brouwerij. Hij brouwde toen enkel nog maar op 75 centiliter flessen. Wat ik fantastisch vond, want je moest het bier altijd delen. En dat vond ik heel social om met mensen dat je niet kende dan toch een fles te gaan delen. En op een dag mocht ik een keer zijn brouwerij zien. Ja, ik als nerd, ik vond het fantastisch, want dan mocht ik niet die brouwerij zien. Ik was daar ook door begeesterd. En dat was zo een beetje de kick van gewoon liefhebber van bier. Ik ging waarschijnlijk heel mijn leven bier gedronken hebben, in bierclubs gezeten hebben. Dat was dan misschien een beetje de kick die mij gepusht heeft om toch misschien ook zelf een keer een bier te gaan brouwen. Op een dag gaf hij daar een cursus leren bierproeven. En die werd gegeven door een collega. Dat was Piet Salome van het alternatief, een brouwerij die ondertussen ook niet meer bestaat. Hij kwam die cursus geven. En in 10 donderdagen hebben wij daar info gekregen over hoe dat je bierproeven benadert. En los van het feit dat het zo super interessant was of niet, ik had een paar vrienden gevonden om daar samen naartoe te trekken.
jeugdvrienden vanuit Lichtenvelde vooral. En we hadden er niet beter op gevonden van iedere donderdag na die cursus bij iemand van ons thuis nog een te gaan drinken. Bij mij was dat in mijn bierkelder. Joris had in zijn schuur zijn bierstube gemaakt. Van Pieter stond zijn frigo en zijn plaatdraaier in zijn tuinhuis en had hem daar zijn zetel staan. En van Wouter, die was aan het verbouwen. Dat was in de verbouwing dat we erin dronken dan. Maar op die manier hadden wij elk een bierplaatsje thuis. En zo is dat eigenlijk dat idee ontstaan dan, om toch zelf bier te gaan brouwen. En ik heb informatie genomen. Ik heb toen ook een btw-nummer aangevraagd, omdat ik eigenlijk dat officieel als hobby wou inkleden en zorgen dat we ons gerief de btw konden terugtrekken. En ik wist nog niet heel veel van zaken doen op dat moment eigenlijk. Maar toen was eigenlijk het zaadje gelegd eigenlijk om te komen tot de brouwerij dat ik nu heb. We zijn zo begonnen. We hebben heel veel gehobbybrouwd, veel trial and error gedaan, heel veel bijgeleerd. Informatie dat nog altijd uitput. En uiteindelijk ons testbier, dat heette, de projectnaam was Winterbier, maar uiteindelijk heeft het de naam Kantelaar gekregen. Dat was het eerste bier dat we ooit officieel gelanceerd hebben. Hebben we toen ontwikkeld door een heel aantal brouwsels te maken, telkens te variëren. En toen zijn we dat gaan brouwen bij Brouwerij Maanhout. Zelf daar, met ons vieren, de eerste keer een eigen brouwsel gaan maken, 75 cent in die flessen, papier gewikkeld, handgenummerd. Het was een leuke hobby op die manier. En dat is even hobby gebleven tot het derde brouwsel, dacht ik. En dan zijn we onderling andere visies gaan creëren. Ik wou daar leuk mee verder doen en ik zag dat eigenlijk een beetje groeien, trager gestaag. Terwijl zij dat eigenlijk vooral als hobby wilde verder doen en vooral geen stress wilde en geen druk wilde. En na een paar moeilijke vergaderingen hebben we uiteindelijk beslist van gewoon uit elkaar te gaan. Ik ben blijven verder gaan richting, ik wil mijn eigen bier brouwen, ik wil misschien ooit wel mijn eigen brouwerij hebben. En zij, want wij gaan gewoon één of twee keer per jaar een bierke brouwen, we gaan top drinken, amuseren ons. We hebben nog altijd alle twee de juiste keuze gemaakt voor wat we nodig hadden. We zijn niet in ruzie uit elkaar gegaan. En op een bierfestival komen we elkaar tegen en drinken we nog altijd samen een glas bier. Maar toen ben ik verder gaan brouwen. In verschillende brouwerijen ben ik altijd gaan gypsy brewen. Tot ik in 2015 eigenlijk verhuisd ben naar dit gebouw waar we nu zijn in Isegem. Dit was een leegstaande bloemenwinkel. En ik heb een overeenkomst gecreëerd met iemand die het pand gekocht heeft om te verhuren aan mij, want ik kon het zelf niet kopen. En de serre die hierachter stond, is afgebroken. En de nieuwbouw die daar staat, is eigenlijk de brouwerij nu van 260 vierkante meter, die net achter ons café staat. In 2015 heb ik hier de sleutel gekregen op 1 augustus. En 20 september, op mijn verjaardag, heb ik het café geopend voor de eerste keer. Het moest zo snel mogelijk opbrengen, dat gebouw hier. Dus ik heb die café nogal snel gebouwd. En direct beginnen in het weekend café houden. Tijdens de week nog gaan werken als zelfstandige. Dat waren drukke periodes. En in die periode bouwde ik s'nachts verder aan de brouwerij, want ik heb die ook helemaal zelf moeten bouwen. Tot in ongeveer, weer op mijn verjaardag, dat was september 2016, heb ik de Maiden Brew gemaakt en voor de eerste keer gebrouwen in mijn eigen installatie, volledig alleen, alles zelf. En het bier dat eruit gekomen is, was niet 100% het juiste wat bedoeld was, maar het was nog altijd een lekker bier en het heeft toch de markt gehaald en goed ontvangen. En dus ik heb zelfs mijn eerste brouwsel niet eens moeten wegkappen. Ik heb wel natuurlijk moeten efficiënter leren brouwen en meer on point. Maar een volledig nieuwe installatie is altijd speciaal voor een brouwer. Maar sinds 2016 wordt alles dus hier in huis gebrouwen. Ook gebotteld. Alles wordt hier zelf gedaan. Er wordt hier gebrouwen, gegist, gelagerd, gebotteld. Ook barrel-aged. Alles gebeurt direct in huis. En het bier dat we dus hier drinken, heeft nog nooit de muren van het gebouw verlaten. Mensen die dus hier in de eigen brewpub komen drinken, die hebben eigenlijk de kortste keten ooit dat je kunt krijgen. Het wordt hier letterlijk gemaakt, gekoeld, geserveerd, gedronken, maar je moet juist naar de wc gaan eigenlijk en je cirkel is rond. Op wat van korte keten kan dat natuurlijk wel betaal. En dus sindsdien zitten wij hier. En dan in 1 mei 19 hebben we nog een laatste verandering gedaan. Toen heb ik mijn vriendin Lisbeth leren kennen. Eigenlijk op het BXL-festival in Brussel. Zij had een horecazaak op de Oude Markt in Leuven. En dat was een horecazaak waar ze vooral focuste op heel veel verschillende lekkere bieren en lekkere Vlaamse keuken. Zij was op BXL op zoek naar een goede bieren voor haar zaak. En wel, ze is thuisgekomen met een brouwer. Ietsje meer dan wat dat op. Wij hadden nog geen swiping nodig om elkaar te vinden. We hebben het nog op een bierfestival gedaan. Ja. Hoe romantisch is dat wel niet?
Perfect. En dan is zij verhuisd naar hier. Ik heb hier een keuken gebouwd. En sinds 1 mei 19 zijn wij dus veranderd van café naar eetcafé. Ja. We serveren hier de lekkere Vlaamse klassieke keuken. We doen stoemp met saucissen. Of bangers and mash, zoals de Engelsen het heten. We hebben altijd verschillende stoemp van de week. Hutspot in de winter. We hebben lekkere volle vin en chili con carne in de zomer. Op die manier kunnen we heel veel mensen begeesteren hier. Lekker, gezond, vers, niet duur eten. En zelfgebrouwen bier. Plus een leuk interieur. Ja. Zijn voor ons eigenlijk de zaken waar dat we mee onze bezoekers willen bevredigen en aantrekken. Ik zie ook dat de café-wereld al 20 jaar aan het zakken is. Meer en meer cafés verdwijnen. Ja. Er komen er te weinig bij. De sfeer van een café is helemaal veranderd. Mm-hmm. In de jaren 50 en 60 ging iedereen op café, iedere dag. Ja. Dat is altijd maar geminderd. En de laatste 20 jaar is het echt al desastreus geworden. Iedereen die luistert en kijkt, gaat ook zelf weten dat hij minder op café gaat dan vroeger. Mm-hmm. Het is een tendens. Ik vind dat jammer, want heel veel leuke, mooie kroegjes en bruine cafés verdwijnen. Ja, vooral die bruine cafés. En ik probeer mijn stempel te blijven drukken daarop, mm-hmm. om zo'n plaats te zijn waar je aan de toog kunt komen blijven. Ik heb 2 togen en ze hebben al 2 eigenlijk een bijnaam. De ene is de Volksuniversiteit, daar leer je altijd van alles bij. En de andere is, zoals we hier zeggen, de tere plekken. Dat is de die waar je hart uitstort. Want als je hier komt aan een toog zit en je hebt problemen, dan ben ik als cafébaas verantwoordelijk om te luisteren naar u. En dat moet ook kunnen, want een keer vertellen is de helft van het werk. Ja. En op die manier wil ik mijn sociale rol als cafébaas ook blijven spelen. Het hangt hier allemaal goed samen. Als je het eigenlijk allemaal bekijkt, brouwerij, eetcafé, cafésfeer, die verzamelingen, zit voor mij eigenlijk goed verweven op die manier. Ja, als ik het zo hoor, het lijkt allemaal organisch gegroeid, maar uiteindelijk is het wel een heel mooi geheel. Het was inderdaad geen masterplan van vooraf. Nee, inderdaad. Ook het brouwen niet. Zoals ik nu net vertelde, het is eigenlijk zoals een small snowball effect. Beginnen groeien. Het zaadje was gelegd, het is gegaan, organisch is het gegroeid, tot ik uiteindelijk fulltime brouwer geworden ben. Toen ik in het begin brouwde in andere brouwerijen als Gypsy Brewer, ging ik ook nog altijd gaan werken. Toen ik hier zat, ging ik ook nog gaan werken, dan 3 dagen per week, dan 2 dagen per week. Café meer open doen. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik nu fulltime cafébaas en brouwer in mijn eigen brouwerij en brewpub. Ja. Dat is zo inderdaad gegroeid. Alles wat hier samenhangt is inderdaad organisch gegroeid. Ook het interieur. In het begin heb ik van alles aangeplakt. Mm-hmm. Maar dan is ook heel veel veranderd. Vroeger was er hier een raam van 5 meter. En was het eigenlijk een vergaderlokaal, want we gaven geen eten. Ik heb toen ook de muur, dat raam dichtgestoken. Toen had ik weer extra muur om borden aan te hangen. Vond ik fantastisch. En zo is inderdaad, als je het zou zien met foto's van 8 jaar geleden, toen we begonnen waren hier, er is eigenlijk al veel veranderd. Maar het is altijd traag en organisch, stukje voor stukje gegroeid. En dat vind ik eigenlijk, in mijn visie, de beste manier van groeien. Als je een big masterplan maakt, en alles analyseert en doet, oké, dat kan ook, dan heb je het gemaakt. En als het dan statisch is, oké, ik heb graag die organische groei, dingen kunnen leven, ups en downs, het gaat zoals het gaat. Ja. Het is hier een eetcafé en dus een brouwerij. En je gaf het zelf aan, je doet eigenlijk de 2 taken tegelijk. Beschouw je jezelf meer brouwer of meer cafébaas? Of is dat 50-50? Nee, dat is heel simpel eigenlijk. In timing ben ik meer cafébaas. Want ik merk weer meer uren in de café dan in de brouwerij. 5 dagen per week sta ik zelf achter de toog in het café. En 2 dagen, die andere 2 dagen per week werk ik in de brouwerij. Brouwen, bottelen, overpompen. En dus qua tijd zit ik veel meer in het café te werken. Maar eigenlijk in mijn hoofd, het café werken, dat is automatisme. Je werkt achter de bar, je doet praatjes met de klanten. Dat is leuk op die manier. Frigo's vullen, kuisen. Nou, het hoort er allemaal bij. Maar dat is gewoon je werk dat je doet. In mijn hoofd ben ik veel meer brouwer, want dan ben ik de creatieveling. Kijk, ik noem mezelf nooit een innovatieve brouwer. Want ik vind dat innovativiteit in bier eigenlijk niet bestaat. Ja. Alles is al gedaan, dus dat woord moet ik niet gebruiken. Mm-hmm. Ik kan mezelf wel een creatieve en progressieve brouwer noemen. Want dat is hetgeen dat ik ga maken. De leuke Belgische klassieke stijlen, maar dan leuk met een twist op mijn eigen manier. Ik heb ook al leuke smokiness in bier, smoky pils gemaakt bijvoorbeeld. De smoked butternut stout was letterlijk 120 kilo butternut, 4 delen pellen, ontpitten,
2 uur in de smoker op zachte eik steken en die dan toevoegen in het bier. 1,5 uur meekoken, uitscheppen of we waren soep aan het maken. En op die manier is dan een lekkere 6,9% stout geworden. Met de smoked butternut stout. Mm-hmm. Die leuke creatieve dingen, daar ben ik graag mee bezig. Namen ontwikkelen, labels ontwikkelen, op die manier. Dat is mijn creativiteit. Ja. Dus eigenlijk ben ik daar veel meer in mijn hoofd mee bezig. Maar die verhouding zit niet slecht. Meer uren in de café, dat stoort niet, want daar kan ik ook veel van het denkwerk verrichten in het ontwerpen en ideeën krijgen. En ik heb ook altijd mijn eigen proefcanvas. Als ik eens nieuws gemaakt heb, zijn de klanten van het café altijd de eerste die kunnen proeven en een mening zeggen en een gedacht zeggen erover. Ook als ik nog maar een idee heb over een bier, kunnen zij eigenlijk al gaan zeggen wat ze erover vinden. En dat moeten we nooit doen. Niet dat ik me er iets van aantrek, maar ik heb wel die, hoe moet ik het zeggen, die proefschare. Ik heb dat publiek aan wie dat dingen kan toetsen. Wat dat eigenlijk, ja... Kijk, deze symbiose vind ik heel leuk. Het café en de brouwerij samen, en ik doe eigenlijk alle twee. Dat geeft mij misschien wel een positieve edge, om het zo te noemen, met de ontwikkelingen van mijn bieren en dan ook het eigen testpubliek hebben hier. Maar in mijn hoofd ben ik meer brouwer en in tijd ben ik meer tijd in de café. Ja. Maar het geeft misschien ook andere vormen van energie. En misschien hou je dus energie uit het brouwen, wat je misschien wel nodig hebt. Want als ik je zo hoor, je werkethiek is 7 dagen op 7 werken. Vakantie, reizen, vrije tijd. Zit er direct in, precies? Het jammerste daarvan is, ik werk 7 op 7 inderdaad. En door een café te hebben, een café heeft openingsuren. Iedere elke zaak dat openingsuren heeft, die bindt u vast. Ja. Als je ooit een zelfstandige job wilt in iets, doet dat, maar zorg dat je geen vaste uren hebt. Dan blijf je vrijheid hebben. Zodra je een winkel hebt, of openingsuren hebt, zit je vast. Dat is jammer. Kijk, best dat ik mijn werk graag doe, anders kun je deze nooit volhouden. 7 op 7 werken, dat is inderdaad niet het schoonste cadeau. Best dat ik het graag doe. Mm-hmm. Het feit dat ik inderdaad weinig kan reizen, niet weg kan, zelfs een keer een trouw of een verjaardag van maten gaan vieren, een optreden doen, dat is heel jammer. Maar ja, wat ik daar allemaal in mis, kan ik vaak een beetje goed maken met leuke momenten in het café, de band dat hier komt spelen, leuke gesprekken, vernieuwende gesprekken dat we hier hebben. Dat kan ik op deze manier het café een beetje invullen. Ja. En op reis gaan, maar ja, ik heb nu en dan eens een bierfestival dat ik ga doen, en een bierfestival in het buitenland. Mm-hmm. Zo heb ik er eentje gedaan in Italië een paar maanden geleden. Ja, dan ben ik een dag langer in Milaan gebleven en een dag langer in Turijn gebleven. Mm. Ben ik daar eens de toerist gaan uithangen en een krenkje gegeten aan de Domo. Als ik dan eens weg ben, dan geniet ik wel dubbel ervan natuurlijk. Voilà. Maar het is dan maar op deze manier. Maar bierfestivals geven me dan soms wel die edge ook van, dan zijn we een keer weg. Ben ik even uit het café, dan moet Lisbeth, mijn vrouw, hier met andere helpers verder werken. Dus ik verlaat echt wel een beetje het roer van het schip hier. Maar aan de andere kant ben ik op een bierfestival, kan ik daar tussen al die bierliefhebbers mijn ei kwijt en vertellen over mijn bier en wat zijn je volgende bier. Zijn er maar nog iets bezig, chef? Wordt vaak gevraagd. En dus daar haal ik dan ook veel uit. Ja. En die bierfestivals, zijn er dan nu bierfestivals waar je heel hard naar uitkijkt? Of zijn er nu even toppers? Niet. We zijn, om even maar de video en de podcast te timestampen, we zijn november. Mm-hmm. Dat is een beetje het eind van het seizoen. Ja. Billy's is net geweest vorige week. Ja. En dat is eigenlijk zo'n beetje het einde van het seizoen. De eerste komen er alweer aan, natuurlijk. Maar dit is nu even de rustpauze. Want bierfestivals, ja, hoe leuk dat ze ook kunnen zijn, ze zijn heel veel werk. Tijd maken, planning maken, bieren kiezen, prijslijsten maken. U kan me net laden, hotel boeken, daar naartoe rijden, daar 2000 keer hetzelfde vertalen. Het blijft ook wel een job. Ik vind het heel leuk om te doen. Je bent niet ergens anders. Maar het blijft ook veel werk. En daarom ga ik een beetje selectief om met bierfestivals. Ik ga heus niet overal staan. De lokale zit een paar leuke tussen. Dat is niet ver. Geen hotel nodig. Vaak ook maar 1 dag. Is leuk om te doen. En daar kunnen we vaak toch een keer iets aan verdienen ook. Er zijn bierfestivals. Ik ga daarvoor geen namen noemen. Maar waar je als brouwer eigenlijk niet gerespecteerd wordt. Het is maar doordat er brouwers zijn dat er publiek komt. Maar als brouwer moet je standgeld betalen. Je moet je tons afgeven.
En dan krijg je per jeton soms maar 60 of 70 cent, terwijl dan een klant meer of het dubbele betaalt. Mm-hmm. Dan is het niet... Allee, het idee dat ik dan krijg als brouwer, terwijl dat wij daar met onze bier en creativiteit de meerwaarde bieden, vind ik dat heel onrespectvol om daar dan met scraps naar huis te moeten gaan, terwijl dat jij eigenlijk, allee, wij samen met alle brouwers de trekpleister zijn. Betalen om er te staan en dan onderbetaald worden voor wie dat geserveerd. Ja, daar heb ik het soms moeilijk mee. En die festivals ga ik dan ook soms wel laten liggen. Gewoon omdat het, ook al is er veel volk en is het goed commercieel, als het idee voor mij er niet goed zit, ga ik er niet met plezier staan. Als ik daar niet met plezier sta, gaat dat ook zien aan mij. Ik leef achter die toog en ik wil dat dan ook goed doen. Natuurlijk hebben dan, behalve al de leuke en gezellige festivals, ook wel een paar toppers, als je dat moet zeggen. De festivals waar craft en geek vooral van boven liggen, waar dat je eigenlijk als brouwer hoopt te mogen staan en waar dat je eigenlijk trots kunt zijn dat je daar moogt staan op zo'n festival. Billy's, zoals ik net vernoemde, is er zo eentje. Daar kon ik jammer genoeg dit jaar niet staan. Maar de Beer Experience, een heuse zolder, die nog maar 2 jaar bestaat, heeft zich in die klasse geworpen. BXL natuurlijk, in Brussel. Fantastisch georganiseerd bierfestival. Alles erop en eraan. Zoveel leuke mensen, leuke brouwers. Dat is het beste dat ik ken eigenlijk. Om daar te mogen staan en daar te mogen mijn bieren aanprijzen aan mensen, aan de juiste mensen die dat bier ook appreciëren. Ja, dat is fantastisch. En dan leeft het daar echt wel aan op. De 7 op 7 werken dat ik hier doe, wordt dan beloond door de complimenten van mensen die uw bier echt wel wauw vinden. Ja. Ja, dat is dan de pleister op die wonden dat je maakt door zoveel te werken en niet altijd op reis te kunnen gaan of zo, of een keer vrije tijd te hebben. Ja, dus de waardering van klanten. Die is eigenlijk de belangrijkste voor mij. Ja. De echte waardering. Ja. Ik weet ook wat het verschil is. De mens die alles goed vindt, de hele kritische mens niet. Die zegt tegen u van, wel mooi, dat is boek erop, dat is goed. Het zijn die mooie complimenten, die vaak uit kleine of vreemde hoeken komen, zijn die dat mij altijd blijven de drive geven om te blijven zo hard te werken. En... Want voor het geld moet ik het ook niet. Nee. En de waardering voor je bieren, krijg je diezelfde energie daarvan als dat in de vorm van een beer award is? Of is het toch puur de klant, het publiek die het hem doet voor u? De persoon, de klant, de consument die mij het juiste compliment geeft, is mij meer waard dan een award of de prijs. Ik heb daar ook mijn eigen idee over die awards. Elk mag daar het zijn over hebben. Ik weet dat ze commercieel goed werken. Maar ik heb mij nog maar zelden of nooit ingeschreven voor zo'n award. Ik vind dat heel duur is. Soms is het bijna zo dat je je award gewoon koopt. Want de organisatie die dat organiseert, dat is een bedrijf. Die moeten ook geld verdienen. Die hebben een verdienmodel. En als zij te weinig prijzen of awards zouden toekennen, zouden ze minder inschrijvingen krijgen. Dus weet dat ze altijd sowieso een slaagpercentage van een award heel hoog gaan leggen. Ja. Dat is niet altijd even eerlijk natuurlijk. Ik heb mij ooit een keer ingeschreven voor letterlijk een award, de London Beer Competition, omdat daar de quotering op een heel andere manier verliep. Je krijgt een score op 100. En er is maar 40% op de smaak. Er gaan ook 30 punten naar value. Dat gaat dan over de prijs ten opzichte van je bier. En ook over packaging, de esthetiek van je product. Dus het gaat niet enkel over de smaak of heel stijl-eigen zijn. Het gaat een veel breder. Het gaat over je product, de afwerking, de visie en de prijs. En die score op 100 bepaalt dan welke medaille dat je krijgt. Dus het is niet dat ze voor die stijl 4 medailles hebben. Het is eigenlijk iedereen boven de 90 krijgt een gouden medaille. Iedereen boven de 80 een zilveren. En boven de 70 een bronzen. En onder de 70 krijgt niks. En zij maar zeker dat 70% van de bieren niks kreeg. Het is daar wel streng. En het is ook eerlijk. Dezelfde 3 quoteringen worden nooit gegeven door 1 persoon. Er zijn altijd 2 mensen die proeven, die elkaar niet kennen, los van elkaar. En 2 andere mensen die voor dat bier de value-punten geven. Dus ik vind dat heel eerlijk georganiseerd. En daarom hebben wij dat wel een keer ingeschreven daarvoor. Die prijs viel dan ook mee. Ik dacht dat dat £60 was voor een...
voor een bier te schrijven, terwijl het vaak voor andere wedstrijden 180, 200, 300 euro is. En ik had zoiets van, als ik dat een keer doe, laat ik het dan van de eerste keer goed doen. Bij 10 bieren kreeg je nog wat korting. En ik heb dan maar een keer 10 bieren opgestuurd en geschreven. En het leuke was dat ik toen de leuke mail gekregen heb dat ik 9 awards kreeg voor mijn 10 bieren. In deze moeilijke quotering, die ik eerlijk vond, was dat voor mij een hele mooie opsteker. Dan een prijs te kunnen krijgen, omdat je betaald hebt en goed viel daar. Er zijn veel verschillende awards. Ze hebben allemaal een betekenis. Mm-hmm. Sommige vind ik meer waard dan anderen, maar commercieel gezien blijven ze allemaal goed werken natuurlijk. Ja. Los daarvan, awards zijn één ding, maar eigenlijk andere dingen zoals Rate Beer, die onze brewpub 4 jaar na elkaar beste brewpub van België vernoemd heeft. Dat is ook een leuke, want dat zijn mensen dat stemmen. Die mensen hun mening samen hebben ons laten weten dat we goed bezig waren. Dat geeft u een drive om weer voor te doen. Het feit dat ik in 19 geridderd mocht worden als ridder van recht in de Orde van de Roerstok, heeft mij persoonlijk een hele mooie opsteker gegeven. Heel trots dat ik zelf geridderd ben in die orde, die brouwers tot recht komt. En ja, dat soort dingen drive mij dan om te blijven verder werken. Alles tezamen. Niet enkel één award voor één bier of zo. Maar eigenlijk al die dingen dat je doet, die eigenlijk gezien worden, noticed, bestempeld worden. Die complimenten dat je krijgt, die samen zorgen ervoor dat ik kan blijven voortgaan. Ja, dat het de moeite waard blijft eigenlijk. Inderdaad. Ja. We gaan hier ook weer eventjes een sprong terugnemen misschien. En waar de anderen het in het begin van het interview zouden steken. De bieren. We hebben nu al heel veel gesproken over het café en de brouwerij. Maar eigenlijk hebben we nog niet zoveel gesproken over de bieren die dat de oude malderij zouden typeren. Vind je zelf eigenlijk dat je een typisch type bier hebt? Ga je net heel breed? Wel, ik vind een goede brouwerij, dat vond ik vroeger voordat ik brouwde ook al. Een goede brouwerij is een brouwerij die consistent is, is een vast aanbod. Mm-hmm. Die dus inderdaad zijn klassieke blonde, bruin en triple moet hebben. Daar consistent kan in brouwen, dat die goed zijn. Die dan ook een keer een seasonal kan maken of de one-off. Mm-hmm. Zoals ik dat zelf. Dus ik heb mij gespiegeld naar die brouwerij dat ik zo goed vond. Een leuk vast aanbod van 9 bieren heb ik. Daarnaast heb ik one-offs, specials en collaborations dat gemaakt. En dan heb ik ook nog de barrel-aged bieren. Dat allemaal samen zorgt ervoor dat ik mijn creatief ei kwijt kan. Daarmee probeer ik het te doen. Je blijft bezig. Je moet ook blijven nieuw bier verkopen. Maar op die manier kan ik me leuk bezighouden en hebben we een mooi breed aanbod. En voor elk één wel iets. Die barrel-aged bieren, dat is vaak de barley wine dat ik brouw, dat ik laat rijpen daarop. Daar score ik redelijk goed mee bij de echte liefhebbers die de stijl barley wine goed kennen. Hoe moet ik dat zeggen? Het lijkt dat ik daar wel een beetje bekender voor sta, voor het maken van de 14% barrel-aged barley wine. Die monsterreeks dat ik heb, die loopt altijd wel goed. 1 keer per jaar of zo komt die uit. Nu is het al 2 jaar geleden. Maar die diversiteit van verschillende bieren maken het leuk voor mij om te blijven brouwen. En maken het leuk voor consumenten, omdat ze bij mij altijd wel iets kunnen vinden dat ze zullen lekker vinden of leuk vinden. Genoeg nieuwe dingetjes om die mensen ook content te stellen. En mensen die gewoon lekker gek zijn van mijn triple, die kunnen die ook altijd blijven drinken. Ja. En op die manier brouw ik graag veel verschillende bieren. Heb ik ook mijn vast aanbod even graag. Als je de volledige lijst van mijn bieren een keer wilt zien, kan ik een Untappd aanraden of Rate Beer aanraden. Daar zal een ellenlange lijst op staan. Want in de 12 jaar dat ik al bezig ben, sinds 2011, 12 jaar dat ik bezig ben met brouwen, zal ik toch al bijna wel een 80-tal bieren op de markt gezet hebben. Ja. Ja, dat is al een heel indrukwekkende lijst. Ik weet niet of dat erin gaat blijven, maar het is misschien wel wat raar dat je aan de ene kant verzameld en dingen wilt bewaren, maar dan in je bieren heb je dus 80 bieren waarvan dan 9 eigenlijk in je core zitten en eigenlijk al de rest zeggen van dat mag bij een one-off blijven. Dus dat mag eigenlijk vergeten worden, dat mag vergaan. Dat heeft niks met elkaar te maken, want verzamelen zijn permanente dingen
en bieren zijn consumptiegoederen. Ja, klopt. Ik vind ook, je moet ze kunnen grijpen als ze er zijn. Mm-hmm. En je moet niet rouwig zijn als het op is. Je moet uitkijken naar het volgende. Ja, klopt wel. Zo heb je een veel interessanter leven. Mm-hmm. Ik weet ook, als je dan plots een supergoeie vindt, wil je die blijven drinken. Maar het kan ook leuk zijn in je leven dat je altijd herinnert van, amai, die, dat was nogal goed, zeg. Het kan op verschillende manieren werken, maar het blijft een consumptiegoed. Ja. En dat moet je niet altijd verzamelen. En nu ben ik echt wel tegen mijn eigen kar aan het rijden, want ik heb toevallig een verzameling van 3000 verschillende vintage bieren. Dus ja, dat heb ik ook staan. Ja. Maar oud bier is dan weer iets helemaal anders. Dat is helemaal off-topic. Maar ik heb daar één quote voor dat ik zelf eigenlijk placht te zeggen. En dat is, oud bier is leuk om te proeven, maar zelden leuk om te drinken. Een brouwer maakt zijn bier om vers te drinken. Ja. Altijd. Ja. Als je het wilt verouderen, gerust, veel bieren kunnen een jaar, twee jaar, een paar jaar aan. Maar na 10 jaar is bijna van ieder bier het beste eraf. Ja. Het kan leuk zijn, interessant zijn om te proeven. Het gaat zelden nog leuk zijn om te drinken. Er zijn uitzonderingen altijd natuurlijk. Maar ik blijf het zo zeggen, oud bier is leuk om te proeven, zelden leuk om te drinken. Ja. Nee, kan ik u wel in volgen. Ik denk dat dat een grote misvatting is dat misschien nog wat te veel leeft in de bierwereld. Van het age van bieren. Uiteindelijk, elk mag doen wat hij wilt. Ja. Ik vind dat een brouwer zijn bier moet uitbrengen als het klaar is. Mm-hmm. Ik heb ook nog een superverse Sint-Bernardus gedronken en Rochefort gedronken. Die bieren hebben echt nog een paar maanden in de fles nodig voordat die gebalanceerder zijn. In het begin, ik noem dat stekelig, gaan die smaken nog alle kanten op. Heb je ook een beetje een smaak van vers gemaaid gras en zo daarin. En dat verdwijnt na een paar maanden. Dus dit soort zware bruine bieren verdragen het wel beter om een paar maanden oud te zijn. En ik vind dan dat het eigenlijk de taak zou kunnen zijn van de brouwerij, als ze dat zelf ook vinden, om het bier even nog een paar maanden te laten staan. Oké, dat stockage natuurlijk, dat een ramp is. Maar ik als brouwer ga mijn bier uitbrengen en te koop aanbieden als ik vind dat het klaar is in de fles. En dan mocht je dat inderdaad agen, maar ik ga dat nooit aanraden. Het bier is vers, is klaar. Geniet er maar van. Ja. Het is ook te jammer als je 10% van je collectie niet meer lekker kunt vinden omdat je het laat verouderen bent. Terwijl je weet dat 100% van je collectie lekker zou zijn als je ze vers drinkt. Ja, voilà. Maar oud bier, zoals ik zeg, is interessant en leerrijk om te proeven, maar zelfde leuk om te drinken. Nee, oké. Nu dat we dan toch over het proeven of het drinken van bieren bezig zijn, heb jij zelf favoriete bieren waar je altijd naar teruggrijpt? Of dat mogen die van jezelf zijn, van andere brouwers? Ja, altijd deze die voorhanden zijn. Mm-hmm. Natuurlijk heb ik mijn eigen bier altijd voorhanden, dus ik zit vaak aan mijn eigen bier te drinken. Ik heb hier in het café ook Guinness van de tap. Dat is eigenlijk mijn eerste liefde met het zwarte bier. En iedereen klapt daarvan als een zware stout, maar eigenlijk is dat een 4,2 lichte drinkbare porter. En ik kan dat drinken als limonaad. En daarom is dat gemakkelijk van het vat hier. Maar eigenlijk, favoriete bier en beste bier is vooral afhankelijk van wanneer en welke mindset dat je hebt. Als ik aan het werken ben, in de brouwerij bijvoorbeeld, dan ga je me nooit mijn glas bier zien. Mm-hmm. Ik ben aan het werk, ik ben focust op mijn job. Ik ben niet aan het drinken, want ik ben niet in de mindset om te genieten van een glas bier. Ik verlang wel de laatste 2 uur van mijn brouwsel, ben aan het afsluiten, ik ben aan het opkuisen, dan begin ik al te verlangen. En als ik klaar ben, dan ga ik echt genieten van een glas bier. Dan heeft dat te maken met die mindset. Dus ook die mindset dat je bepalen wat dat je wilt drinken. Als je tijd hebt voor eentje, en dan moet je naar een vergadering of moet iets anders gaan doen, dan ga je misschien één goede pakken dat niet te lang duurt. Als je weet van, ja, maar ik ga nu heel de avond op mijn alleen drinken, of ik ga nu heel de avond met mijn maten op café, dan ga ik de bierkeuze ook aanpassen. Het gebeurt ook dat ik de avond pils drink. Gewoon, er moeten zoveel pilsjes door vanavond, het is feest met de maten, en goed aan het drinken. Dan ga ik niet altijd beginnen met de zware paté te drinken. Ik ga het altijd afstellen, dus wat is mijn favoriete bier of mijn beste bier? Dat gaat altijd afhangen van hoe laat is het, waar ben ik, met wie ben ik en hoeveel verantwoordelijkheid moet ik nog dragen. Ik ga daar op die manier bewust mee om. En als je voor jezelf wilt toetsen, om 7 uur 's morgens, als je juist wakker bent, of om 7 uur 's morgens, als je nog wakker bent, is de keuze van het bier dat je wilt toch verschillend? Ik ga mijn keuze altijd aftoetsen
En eigenlijk, op een bepaald moment gaat een goede stout voor mij de beste zijn. Mm-hmm. Maar op een bepaald moment is dat volgende pilsje het beste. En zo heb ik niet echt een favoriet bier. Het is heel veel bier in mijn leven. En daar ben ik heel blij om. Ik omring mee met bier. En als het kwalitatief in orde is, dan is het allemaal goed. Ja. En niet alleen met bier, zei u aan het omringen, maar ook nog met andere... het is niet het juiste woord, het klinkt heel negatief. Ik noem het even prularia, maar ik zeg het is niet het juiste woord. Oh, maar je mocht dat zeggen, met een rommel die rondnestert. Nee, er is waarschijnlijk wel een beter woord voor, maar... Nee, ik noem het zelf met een oude rommel. Maar dit is geen rommel, vind ik dat ook wel, maar dat maakt mij niet uit. Het prularia, memorabilia, ja, voilà. Doe het zoals je wilt. Memorabilia was eigenlijk eerder het woord. Het is een rommel, ik zie het geiren, dus is het ja, goed. Voilà. Kwestie van brouwers, zijn er daar... namen die dat er voor u bovenuit springen? Ik heb wel een aantal brouwers dat ik als voorbeeld kan zeggen, of brouwers waar ik mee opgegroeid ben, brouwers waar ik veel respect voor heb, die zijn er sowieso. Eigenlijk, als ik het vooral gemeen en net iets diplomatischer aanpak misschien, kan ik zeggen dat iedere brouwer die zich focust op zijn kwaliteit van zijn bier en niet op de sales of het geld van zijn bier, zal in mijn ogen waarschijnlijk al een goede brouwer zijn. Of een leuke brouwer. Bieren moeten lekker zijn, maar lekker is een persoonlijke mening. Ze moeten vooral correct gebrouwen zijn. Ze moeten foutloos zijn. Ik ben ook geen grote fan van high gravity brewing, maar dat er dan weer water aangelengd wordt in het bier. Je weet zelf als bierliefhebber goed genoeg het verschil tussen de eerlijk gebrouwen bieren van brouwers die trots zijn op hun werk. En dat is niet altijd een kleine craftbierbrouwerij. Er zijn ook middelgrote brouwerijen in België die ook heel lekkere, goede bieren maken en die er ook trots op zijn en ook valabel werken. Dat vind ik allemaal goede brouwers, want zij maken eigenlijk de bierscene in België, waar wij als liefhebber zo graag in ronddolen. Om een paar namen te noemen, maar ik blijf heel veel respect hebben voor Alvine, die mij echt... Glenn van Alvine heeft mij zoveel bijgeleerd, is mentor gewijs eigenlijk, heeft hem heel veel bijgeleerd. De mannen van het Verzet zitten hier niet ver af, want dat zijn supercoole gasten waar ik graag mee samenwerk. Maken ook lekkere bieren met een look af. Laten zich ook niet zomaar leiden, ze zijn het Verzet. Veel nieuwe dingen dat erbij gekomen zijn. Totem, Atrium. Ja, er zijn zoveel leuke brouwerijen. Ik heb zoveel vrienden in deze wereld. Het zijn heel veel toffe brouwerijen. Maar ook klassiekers zoals Gouden Carolus, Sint Bernardus. Die hebben ook heel veel waarde. Ik heb persoonlijke vrienden, zoals Ivan de Baats van De La Seine. Los van het feit dat hij een coole brouwerij heeft en heel lekkere bieren maakt, op persoonlijk vlak zijn we heel goede vrienden, omdat hij verzamelt ook al een brouw. En hij heeft ook een hart en passie voor lekker bier. En geld interesseert hem eigenlijk ook even min als ik. En dus zijn we op die manier wel zielsverwant en kunnen we elkaar heel goed snappen. Maar zo kan ik eigenlijk bijna de lijst van Belgische brouwers aflopen. Ik heb er dan nog zoveel in het buitenland ook, dat ik leuk vind. Ik kan niet zomaar simpelweg antwoorden naar welke kijk ik op. Ik heb er te veel. Dat ik vind die leuke dingen doe en dat ik vind wat ik kan erop kijken. Ja. En het voordeel dat jij hebt, je hebt al in het verleden het een paar keer gedaan. Je werkt heel graag samen met die andere brouwers, lijkt mij. Je hebt al vaker collabs gedaan. Ja, want ik vind het collaboreren met een andere brouwer... Ik vind het fantastisch om te doen. Maar je moet het ook naar behoren doen. Echt wel samen een recept schrijven en het ook samen staan brouwen die dag. Niet enkel maar je twee namen op een fles of een blik gooien. Dan gaat er een leuke wereld open. Ten eerste, het is fun om te doen. Maar je komt overeen met die mens. Dus je hebt een leuke dag omdat je staat te brouwen met die mens. Je leert ook veel bij. Het is heel educatief. Wat je leert van elkaar. Tips en tricks. En dat is altijd leuk om twee brouwers al je informatie te delen. En je creëert een lekker bier, waar je inderdaad samen mee naar buiten kunt komen, die voorbij de naam van de brouwerij leuk is om te tonen van kijk, we hebben samengewerkt. Ene collaboration maken, dat is fantastisch. Maar ja, ik wou dan nog een stapje verder pakken. En omdat ik eigenlijk zelf hele mooie six-packs ontwikkeld heb, vond ik het wel oké om 6 collabs te doen in 1 project. En toen ben ik ook gaan samenwerken natuurlijk met die brouwerijen. Dat je net... Ja, wie belde op? Dat deze dag goed overeenkomt. Dat je vindt toffe bieren maken. En waar je wilt mee samenwerken. Ja, die eerste reeks dat ik gemaakt heb, die heette Mash of the Titans. Dan heb ik inderdaad samengewerkt met... Ja, naar wie belde? Naar die gasten.
dat je graag hebt, waar je graag mee samenwerkt, die al iets gedaan hebben voor u. Dat zijn die dat je graag ziet en bier respecteert en samen iets wil maken. Zo hebben we collabs gemaakt met Hofbrouwerijken van Jeff Goetel, Brasserie Minne, Atrium, Totem, Het Verzet en Alvine. Net die mensen heb ik allemaal samen in die sixpack gekregen. Ik vond het fantastisch om te doen. En ook om onze namen zo te bundelen en te tonen aan de liefhebber van kijk, wij kunnen echt wel samenwerken. Kijk wie dat wij zijn. Wij zijn ook vrienden van elkaar, wij moeten niet concurreren. Na dit leuke project gedaan te hebben, heb ik dan nog een stap verder genomen en heb ik hetzelfde gedaan, maar met grotere brouwerijen. En toen hebben we Mash of the Classics gemaakt. Toen wou ik voor een grotere brouwerij gaan, dat ik zelf klassiekers kon noemen, omdat die oftewel al lang genoeg bestaan, of ook klassieke bieren brouwen en dan lang brouwen en eigenlijk wel het bierlandschap kleur geven in onze maatschappij. En toen heb ik samengewerkt met Ivan van de La Seine, Bart van het Nest in Turnhout, ook met Vicaris hebben we toen samengewerkt, Brouwerij Boon, als grootste lambiekbrouwerij ter wereld. Fantastisch om die mensen ook te kunnen hebben in die collaboration reeks. Het Anker in Mechelen, zoals ik al genoemd heb, een brouwerij waar ik ook al heel vaak naar opgekeken heb, die hebben toen ook meegewerkt daaraan. En op die manier, ja, dat samenwerken, dat opkijken naar brouwerijen, zoals je net vroeg, bevestig ik eigenlijk door die samenwerkingen los te wrikken en te kunnen in een sixpack ten berde brengen. Zo'n projecten, die ga ik graag aan. Dat is lastig om te doen, dat is heel veel werk. Ook een groot risico eigenlijk om je naam op die manier op spel te zetten. Maar als zo'n project goed aanvaard wordt, is het fantastisch om te zien wat dat je hebt kunnen verwezenlijken. Ja. De receptie en de lancering van dit project hebben we gedaan in het Brouwershuis in Brussel op de Grote Markt. Met aanwezigheid van Sven Gats, de minister, die ook verantwoordelijk is met het beheer van het immaterieel erfgoed van UNESCO, gaande over de biercultuur, waarin hij dan in zijn speech ook vermeld heeft dat dit project integraal opgepakt wordt in dat dossier, omdat dit echt staaft wat Belgische brouwers en Belgische biercultuur eigenlijk is. En dat was voor mij een van de mooiste complimenten dat ik ooit kon krijgen. Tonen dat Belgische brouwers kunnen samenwerken was het doel, maar dan bevestiging krijgen dat het effectief hetgene is die waarde brengt in ons UNESCO-dossier, ja, dat was een fantastisch compliment dat ik kreeg. Ja. Eentje om te koesteren lijkt mij inderdaad wel. Nu, anderzijds, als je zo wat de actua bekijkt, dan lijkt het alsof dat het hoogtepunt van de craft breweries of het aantal brouwerijen dat er momenteel is in België, dat we momenteel misschien een beetje op een hoogtepunt zijn en dat het stilaan terug bergaf gaat. Deel jij die mening? Of? Dat hadden volgens mij goed gezien. Ik zie die trend ook. Als je een klein beetje de cijfers erbij neemt, je mocht mij corrigeren als ik even eraf ben, maar volgens mij zaten we in het jaar 1900 met ongeveer meer dan 3000 brouwerijen. Ja, welke straathoek bij wijze van na de Eerste Oorlog waren daar nog volgens mij een 2000-tal van over. Na de Tweede Oorlog nog een 1000-tal. En dan is dat traag en gestaag naar beneden gezakt. Door mensen die het moeilijk hadden, die stopten, ook groteren, die heel veel overpakten om de vastgoedcafés te hebben eigenlijk. En zo de brouwerijinstallatie wegdeden. Totdat we eigenlijk op een all-time dieptepunt zaten volgens mij. In het jaren 70 dacht dat we toen nog met een 70-tal brouwerijen over waren in België. Als je kijkt van meer dan 3000 naar 70 in nog geen 100 jaar, dat pikt. Dat was onze geschiedenis en cultuur dat we kwijt waren. Ja, zeker en vast. Leuk om te zien. Met pioniers zoals La Chouffe in 81, Dolle Brouwers in 80, die toen weer begonnen de brouwerijen te bouwen. Dat waren toen de eerste dat er weer een keer bij kwamen. En zo heb ik gezien, dus vanaf de jaren 80 is dat dieptepunt gestopt en is het omhoog beginnen gaan. En het is blijven stijgen, maar wel een beetje in een parabolische curve. Mm-hmm. Op het einde kwamen er per week wel een brouwerij bij. En we hebben zo gepiekt, volgens mij, aan 429 of 430 brouwerijen. Ja, zoiets. Vorig kwartaal. En het is nu de eerste keer bij mij weten, in 43 jaar tijd, dat we moeten afklokken met een licht verlies. Ik denk dat er dit kwartaal 425 zijn. Er zijn er inderdaad nog een paar bijgekomen ook, want er zijn er een keer meer gestopt dan er bijgekomen zijn. Mm-hmm. En misschien kunnen we wel praten, inderdaad, we zagen het misschien ook allemaal een beetje aankomen, want er gingen net te veel brouwerijen te snel open. Er is een overaanbod gecreëerd geweest. Als bierliefhebber kun je moeilijk nog de bomen door het bos zien.
Iedere dag komt er nieuw bier op de markt. En vroeger moesten we wachten totdat er een keer een nieuw bierke was. Inderdaad, misschien zijn we aan dat hoogtepunt. We kunnen het gewoon blijven monitoren. Mm-hmm. Maar ik denk dat er nu inderdaad een aantal brouwerijen zullen verdwijnen. Economisch wordt het echt wel moeilijker nu voor brouwerijen ook. Ik heb cijfers gehoord dat InBev 20% gezakt is met zijn sale voor de grootste speler ter wereld. Ja. Als die zakt, gasten, houdt u vast aan nummers van 1000. Dat is het probleem, hè. Ja. Heineken heeft een deel van zijn verplicht moutcontract, weet ik van mijn interne bron in mouterijen, heeft 20% van zijn mout niet afgenomen dit jaar. Als de productie van een bedrijf zoals Heineken 20% achteruit gaat, dat is geen goed teken voor ons. Het is niet dat er minder pils gedronken wordt en dat we nu allemaal massaal aan speciaal bier zitten. Hè. Nee. Er wordt gewoon algemeen, dat is de tendens van 20 jaar al in België, de consumptie van bier in België gaat naar beneden. Productie van bier in België gaat naar beneden. En ook de export, logischerwijs, het gaat allemaal zachtjes naar beneden, al 20 jaar. Maar als dat nu zo fel een keer naar beneden gaat, wordt het echt moeilijk. En dat is misschien de inleiding inderdaad van nu terug de piek bereid te hebben, nu terug naar beneden te gaan. En misschien, jammer genoeg, een aantal brouwerijen te moeten verliezen. Waar ik nu eigenlijk echt bang voor ben, ik laat er mijn slaap niet voor, maar het scheelt niet veel. Als er inderdaad een aantal brouwerijen moeten verdwijnen, de welke gaan het dan zijn? Mm-hmm. En er zijn een aantal commercieel ingestelde brouwerijen met een big bankroll erachter, waar veel fondsen zitten, die eigenlijk kunnen blijven bestaan. Maar als dat ervoor gaat zorgen dat kleinere, toffe, leuke, creatieve brouwerijen, zoals ik er veel ken tussen mijn vrienden, die hebben het allemaal zelf moeten bouwen, net zoals ik, hebben nooit te veel geld gehad, we hebben geen dikke reserve liggen. Zijn wij dan, wij die graag de bierscene kleur geven, zijn wij dan die eerste die gaan moeten het loodje leggen? En daar ben ik wel bang voor. Mm-hmm. Ik ben van plan om lang en hard te blijven vechten en niet zomaar op te geven om deze downfall misschien te overleven tot er weer een glorieuze periode ooit kan zijn. Maar ik hou mijn hart vast voor veel toffe, leuke, kleine brouwerijen die misschien het niet gaan redden en die eigenlijk dus ons bierlandschap weer gaan doen narrowing down, even verkleinen weer. Ik wil echt niet terug naar een wereld waar pils en triple en bruin de enige drie stijlen zijn dat je kan drinken. Het leuke van de interactie dat we hebben met stijlen, kopiëren uit Duitsland, uit Amerika, al die verschillende bierstijlen dat er nu zijn. De discussie dat we kunnen voeren erover. De discussie over het woordje craft, wat is craft en wat is dat niet? Als dat allemaal weer simpeler gaat worden, dan gaan we weer allemaal gewoon bier drinken. En onze scene begint te verdwijnen daardoor. Ik ben nu misschien een beetje heel pessimistisch, maar daar wil ik echt niet terug naartoe. Ik wil blijven kleur geven aan deze leuke bierscene. En ik hoop dat ook al mijn collega's, die ook niet de dikke centen liggen hebben, dat ook allemaal kunnen overleven. Omdat anders vind ik de kwaliteit naar beneden gaat van het aanbod en het bier. Ja, zeker en vast. En ik denk dat we dan misschien in België nog enigszins van geluk mogen spreken, want ik denk dat Nederland misschien nog harder gaat geraakt worden met de accijnzen die naar boven gaan. Ik zou het niet zo zeggen dat we van geluk mogen spreken. Ik denk dat onze noorderburen ongeluk hebben. Mm-hmm. Want hoe ze daar nu eigenlijk als overheid omgaan met hun brouwers, daar kan ik niet bij. Als ze dit ooit in België doen, en pas op, als ons buurland dat heeft, pas op, dat kan overwaaien, zo'n ding. Ja, want gevaar. Nee, hey, monkey see, monkey do. Maar hoe dat ze daar hun brouwers behandelen, met nu die nieuwe accijnswetgeving, als dat in België gebeurt, wel, kijk, je krijgt bij mij niet veel straat op, maar dan sta ik in Brussel op de barricades. Hè. Ze hebben het systeem aangepast, per 1 januari 2024 gaat dat in. En bier van 8% alcohol bijvoorbeeld, daar ga je ongeveer het dubbel van accijns moeten op betalen. Daar komt €25 per hectoliter bij. Ik brouw 10 hectoliter, 1000 liter per brouwsel. Dat zou €250 zijn dat ik aan accijns meer zou moeten betalen. Ik zeg zou moeten, want wij in België moeten dat nog niet doen. In Holland hebben ze er vanaf 1 januari hebben ze ervan. De accijns dat je moest betalen in Holland op een bier van 14%, zoals ik vaak mijn barley wine maak, was geloof ik €46.
En er komt nu 53 euro bij. Dat is gewoon maal 2. Ja. En dan zou je kunnen denken dat ze dat hoe hoger het alcohol is, hoe duurder maken. En wel, alles van 5 en daaronder is hetzelfde gebleven of goedkoper geworden, behalve de alcoholvrije. Die verdubbelde in prijs. Hoe dat je dat kunt wijsmaken aan iemand, dat verstaan ik ook niet. Maar dat zou blijkbaar door een suikertax zijn. Dat wat gebeurt. Stigmatisatie van bier en alcohol en drinken. Ik weet niet wat dat die mannen bewogen heeft. Maar dat accijns, die accijnsverandering is goedgekeurd en gaat door 1 januari 2024. Heel veel Nederlandse brouwers zien dat als de laatste druppel van hun emmer. En als dat de laatste druppel nog niet is, dan is het de voorlaatste. Want 1 april 2024 gaat de Nederlandse overheid de accijns voor alles en iedereen gewoon nog een keer 16% omhoog doen. 16% nog eens daarbij. 4 maanden later. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze moeten daar precies allemaal dood. Hoeveel brouwers gaan er nog overleven op die manier? Ik weet dat de staat altijd geld nodig heeft, maar haal het alsjeblieft ergens anders dan bij uw brouwers die net de sfeer creëren in uw land, toerisme aantrekken. Ja, zeker en vast. Kom aan, het is geen vervuilende notto hè, dat je wilt langs de kant zetten. Het is het leven van uw land. Bier verenigt, biermaten op café, toerisme dat bier creëert. In België toch ook. Wij hebben zelfs de UNESCO-goedkeuring op ons erfgoed. Immaterieel werelderfgoed. We gaan toch daar niet meer verder staan aan prutsen. Nee, laat ons alsjeblieft bewaren. Ik ga nu ook niet beginnen subsidies beginnen afluizen, maar steekt ons niet verder in de put. Maar ik vind dat heel jammer wat er gebeurt in Nederland. Onze Nederlandse collega's, ik hou mijn hart vast voor hun, ik leef mee met hun. Maar dit soort accijnsverhogingen doordrijven in zo'n korte tijd, dat gaat desastreus zijn. En ik denk dat daar een regen van faillissementen gaat gebeuren bij onze noorderburen. Ja, ik vrees er inderdaad ook wat voor. Toekomst zal het moeten uitwijzen, vrees ik. We gaan het moeten aankijken. Hopen dat er misschien alsnog een heropleving nadien komt. Ja, we zullen het zien. Hè, maar ja. Ik vind het niet het beste idee om zoiets te doen. En misschien zeggen wij dat omdat wij geraakt worden door bier en andere mensen die nooit geen bier drinken. Dus van, ja, en dan? Je moet het maar weten als je het wilt drinken. Maar wat gaat er ook gebeuren? Dus de bier gaat duurder worden. Want accijnzen worden doorgerekend in het eindproduct. Ja, wie gaat dus de tol betalen? De consument. Wat gaat er gebeuren met die consument als al het speciaal bier duurder wordt? Ze gaan terug meer naar de pils grijpen. Of ze gaan lekker de grens over goedkope bier in het buitenland halen. Wat dat voor hun economie ook niet goed is, maar de onze ook onbalanceert. Wat gaat de Belgische economie daarvan zeggen als we plots massaal moeten uitvoeren naar Nederland? Hoe gaat dat dan lopen? Wordt dat even goed voor ons? Explodeert dat? Implodeert dat? Dit soort shifts zijn, vind ik, nergens goed gezond voor. Als wij plots te veel gaan kunnen exporteren, op een manier gaat dat ons ook geen deugd doen. Dat gaat zich ook een keer wreken of keren. De balans wordt daar hevig verstoord. En we gaan inderdaad moeten kijken hoe die terug uitbalanceert. Ja. We gaan het moeten afwachten. Jeff, ik hou ook een beetje de tijd in het oog. Het café moet stilaan opengaan. Dus ik denk dat we er ook hier stilaan een eind aan gaan moeten breien. We gaan er misschien nog rap een op drinken. Maar ja, hè. Wie dan nog wat meer wil weten over Jeff en de Oude Malderij, kan ik ook de podcast van Belachelijk Lekker aanbevelen, waar jij ook al eens te gast was. Er gaan een paar dingen tegelijk, vergelijkbaar besproken worden, maar er zit ook nog wel de insteek is een beetje hetzelfde. Inhoudelijk zit er veel verschil tussen, maar die gasten hebben er ook een leuke van gemaakt. Voilà, het is dat. En daar staat ook een leuke visie op het einde over mijn idee over de alcoholstigmatisatie van vorig jaar. Hoe dat ze toen de boeman gespeeld hebben met alcohol in het algemeen. Ik wil je bedanken voor het leuke gesprek en mij de kans te geven om een leuke podcast en film te maken. Graag gedaan. En dank u voor de uitnodiging dat ik naar hier mocht komen, dat ik mocht kennismaken met de Oude Malderij. Met plezier. En heel veel succes met wat je ook nog gaat ondernemen. Dank u wel. En dat er misschien af en toe toch eens een rustmomentje mag tussen zitten voor jou. En wel, ja, dat komt er wel. Wij hebben hier een fooiepot in het café staan en dat is heel toepasselijk. De vorige fooiepot was een bierglas gemaakt in Lego. Van een Lego-master, de maat van mij. En dus waar zijn we op reis geweest met onze fooiepot? Inderdaad, we zijn 4 dagen naar Denemarken, naar Legoland geweest. De fooiepot dat er nu staat is mevrouwtje Theepot van Disney. Dus raad maar een keer waar we in januari naartoe gaan.
Ja, ik kan het al raden. Ik heb mijn vrouw meegepakt naar Legoland en nu moet ik mee naar Disneyland. Ja. Maar ze hebben daar een grote Lego winkel en ze hebben daar ook Star Wars en zo. Dus ja, voilà. De nerd in mij zal daar ook wel zegevieren. Voilà, voilà. We zullen daar nog eens op klinken. Schitterend. Chef, bedankt. Met plezier. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Als je deze aflevering leuk vond, deel deze dan gerust met je vrienden, je kennissen of je familie. Een positieve recensie achterlaten via je favoriete podcastdienst helpt ook altijd om de podcast door meer mensen te laten ontdekken. Verkorte versies van de interviews kan je ook steeds terugvinden op het YouTube-kanaal van Post My Beer. Abonneer je, zodat je geen enkel interview moet missen. Er is ook een Patreon-pagina om Post My Beer te helpen bij het maken van nieuwe content. Tot slot kan je natuurlijk ook altijd de website van Post My Beer bezoeken, om voor jezelf of als cadeau een ontdekkingsbox met leuke bieren te bestellen, maar je kan op de website ook merchandise kopen. Het zijn allemaal manieren waarop je Post My Beer kan steunen om podcasts te blijven maken, maar er is natuurlijk geen enkele verplichting. Tot bij de volgende aflevering!